penonderzoeksrechter Karel van Kouwenbergen. Nu ligt de nieuwe editie van het handhavingsdagboekje drugs voor, editie 2011. En wat belangrijk is, de speekseltest in het verkeer is hier nog net op tijd ingeraakt, omdat het vrij lang op zich heeft laten wachten totdat het koninklijk besluit er was. En voor de rest geeft dit zakboekje een zeer duidelijk overzicht over hoe de drugwetgeving in de praktijk wordt toegepast. Men vindt ook in dit boekje een open doorverwijzingsmogelijkheden. Politiediensten worden ook meer en meer gevraagd van mensen door te verwijzen naar hulpverlening. De belangrijkste adressen zijn hier ook direct in terug te vinden, zodat men daar eventueel ook contact mee kan opnemen.